Manda di moto là, non è trovato Goedemorgen, we zijn hier in Voet en Veld te Zedelgem, zaterdagochtend 2 september. En vandaag doen we verder met ons traject meesterleerling. Bavo-wetens Pierre en Wart Vervaeke gaan vandaag leren hooi afvoeren met de trekpaarden. Hooi afvoeren in een heidegebiedje waar men probeert de heide terug in zijn oorspronkelijke staat te krijgen. Dus het gras is gemaaid door de bosarbeiders, mooi op hopen gelegd. En nu gaan wij met de hypomobiel de hopen opladen en afvoeren naar een container. En die container wordt dan verder afgevoerd om het gras te composteren. We zijn hier in Voet en Veld gras aan het afvoeren. Op de achtergrond zien we ook onze machine dat we daarvoor gebruiken. Welke machine gebruiken we daar juist voor? Wel, dat noemt eigenlijk een hypomobiel. En oorspronkelijk was dat bedoeld om bomen ook te vervoeren. Maar wij hebben speciaal daarvoor een net gemaakt, eigenlijk een bak. En geperforeerd metaal. Bestaat uit 3 delen dat we daar kunnen inplaatsen en zo kunnen we ook hooi vervoeren. Ja, en hoe komt dat hooi in die mand dan terecht? Wel, met een kraan die daarop staat, aangedreven door een motor. Ja, en dat is hier gemaaid geweest. Hoe moet het gras liggen voor je het kan oprapen? Wel, ophopen natuurlijk. Hè. Dus als de mensen, de arbeiders, dat gemaaid hebben, laten ze dat allemaal mooi ophopen, zodat ik dat met de grijper kan nemen.
En jij gaat dan van hoop naar hoop. Ja, ja. En het laatste beetje moet natuurlijk dan nog met een riek opgekuist worden. In zo'n kar, hoeveel gras kan er daar ongeveer in geladen worden? Oh, van kilo's weet ik dat niet veel, maar je kunt daar toch wel, je kunt ook met een torentje werken en dan je kraan daarop leggen om te vermijden dat het gras eraf valt. Maar toch wel een grote hoeveelheid. Ik kan moeilijk zeggen in kilo's, ik weet dat eigenlijk niet. Maar het gaat al sinds veel sneller dan je het met de hand zou moeten afvoeren, ja, of met kruiden. Uiteraard dat zeer, zeer sneller gaat. Hè. Wat zou een andere manier kunnen zijn om het af te voeren als het niet met paarden kan en niet met de hand kan? Zou voorbeeld kunnen met een gaiter, noemt men dat. Dat is een klein wagentje die ook op het terrein komt. Die ook niet veel weegt, maar die belangen zoveel niet kan meenemen als de hypomobiel. En wat zijn de grote voordelen dan van een hypomobiel tegenover andere toestellen? Wel, dat je ten eerste veel meer kunt meenemen. Ten tweede, die hypomobiel weegt ook heel weinig. Die weegt maar 600 kilo en dus is verdeeld over 6 wielen. Dus de druk is ook heel weinig. Hè. En dus we werken met een hydraulisch systeem, dus zodanig dat de wielen kunnen meebewegen met het terrein. Als we door grachten moeten, gaan die wielen mooi mee met het terrein. Dus die kar is echt gemaakt om door zo'n grachten te gaan, oneffen terrein, over moeilijke omstandigheden? Ja, ja, heel zeker, ja. Er staan twee paarden voor de kar. Je kan kiezen tussen één paard of twee paarden. Waarom in het bijzonder hier twee paarden? Wel, omdat ten eerste dan ook een grotere hoeveelheid kan meenemen. Hè. En vooral als het een terrein is met grachten, is het beter met twee paarden, omdat ze iedere keer door die gracht moeten en om uit die gracht te geraken enorme kracht ontwikkelen. En met één paard gaat dat ook wel, maar je kunt dan zoveel niet meenemen. Ja. En ben je even wendbaar met twee paarden of met één paard, of is er daar een verschil in? Ja, ja, zeker. U bent even, want die kar kan ook heel kort draaien. Hè. Dat is ook een groot voordeel. U kunt de kar achteruit duwen en die draaicirkel is enorm klein van die kar. Dus met één paard of met twee paarden, u bent even wendbaar? Ja, ja, zeker. Goedemorgen Koen, we zijn hier in Voetenveldbos te Zedelhem. Wat zijn we hier precies aan het doen? Jullie zijn voor mij maaisel van een gemaaid heideveld aan het afslepen, aan het afvoeren. En waarom wil je dat het gras hier afgevoerd wordt? Niet alleen het gras, het is pijpenstro. Pijpenstro bedreigt de heidevegetatie die er staat. En we maaien die, of we begrazen die. In dit geval is die gemaaid, op hopen gebracht. En die moet afgevoerd worden, anders blijft de rijkdom van het gras, het gemaaide pijpenstro, in het terrein en vruigt het. Wordt het niet meer die heidevegetatie, maar gaat het over naar meer ruigtekruiden. En dat willen we niet, we willen de zeldzame heidevegetaties die hierop staan behouden. En waarom willen jullie die zeldzame heidevegetatie hier behouden? Dat is voor ons goed voor de biodiversiteit, voor de verschillende levensvormen die we hier kunnen hebben. En is goed ook omdat het aansluit met het vroegere landschaps- en uiteindelijk ook het huidige natuurbeheer. En mochten we dit wel laten liggen, dan is de grond te rijk, of hoe moet ik dat zien, waardoor de heide niet kan ontwikkelen? Dan gaat het spontane proces verder. En verarm je niet, maar verrijk je de grond en krijg je dus meer bebossing of verbossing en andere planten en kruiden dan deze die we eigenlijk moeten beschermen. En als we dan kijken hier naar dit veld, hoeveel jaar zijn we dan bezig met het gras af te voeren of met het alles af te voeren om die heide terug te krijgen? Het beheren is hier al een goede 15 jaar bezig
en is ingeleid geweest na een plagbeurt, na het oppervlakkig weghalen van de strooisellaag ooit. En hoe doet men dat, plaggen? Dat is wel machinaal gebeurd, daar zijn kranen voor aan de pas gekomen. En wat blijkt, in die oude beboste heidevelden die we in het zandige Vlaanderen kunnen vinden, in het zandige deel van West-Vlaanderen kunnen vinden, daar zit nog heel veel heidevegetatie en zaden in de grond, in de zaadbank. En die kunnen dan opnieuw verschijnen. En dat is wat hier aan de hand is. En hoeveel jaar is dat dan onbeheerd achterblieven? Dus hoe oud is die zaadbank dan? Een zaadbank van heide en van heischrale vegetaties, die kan tot 100 à 150 jaar wachten in de grond tot de situatie opnieuw goed is om tevoorschijn te komen. En deze bewerking zullen wij moeten blijven volhouden om die heide te laten ontwikkelen? Of gaat de heide op een bepaald moment dit zelf kunnen zonder ingreep van ons? Dit zal blijven verder doorgaan in het stikstofrijke Vlaanderen. Anders gaan we een ander vegetatietype krijgen. Ja. Dus na enkele jaren zou dan terug de oude vegetatie de kop opsteken? Ja. En dat is niet zo simpel natuurlijk, want het terrein is ooit al eens aangelegd geweest door onze voorgangers, die het volledige bos, en je komt het wel overal tegen, in elk bos in Vlaanderen zijn er al mensen geweest, die hebben het volledige bos begrappeld, die hebben ze op rabatten gelegd. Heet dat dan? Dat zijn die nauwe en die kleine grachtjes die je ziet hier. Om te ontwateren, om beter economische boomsoorten te kunnen planten. Maar voor jullie met de paarden en het afvoeren, dat is soms wel een probleem, omdat dat wel in de weg ligt. En zeker ook voor machines. En daar doen paarden het toch wel beter als het gaat over bodemverdichting of aan het kapotrijden van vegetaties. Dus men heeft hier geplacht met een kraan, alles afgevoerd, maar de rabattenstructuur is wel behouden. Is dat bewust of is dat omdat dat niet anders kan? Dat is toen inderdaad bewust gebeurd. En dat hindert wel voor een stuk machinale. Maar voor de heide heeft dat niet echt een belang? Nee, voor de heide heeft dat geen belang, maar wel voor het beheer ervan. Als je kunt terecht doorrijden, kilometers na elkaar, vergelijk met een boer die een groot grasland heeft, dan is het machinaal wel snel opgelost. Dat kan je wel zien in heel grote heidearealen in Nederland en in Duitsland, waar men dergelijke beheren doet. Maar hier niet. Hier hebben we heel kleinschalig beheer. Hier komen machines, wat mij betreft, niet aan te passen. We zijn nu eind augustus, begin september. Dat is al gemaaid, dat ligt mooi op hopen en dat wordt nu afgevoerd. Moet dat eenmaal per jaar, is dat enkele keren per jaar of is dat een specifiek moment in het jaar dat het moet gebeuren? Dat gebeurt op specifieke momenten en wat hier de bedoeling is het terugslaan van de verhuiging, met andere woorden van de verbossing, park die erin komt, en het verhinderen dat andere planten zoals pijpenstro in zaad komen. Als die zaden eenmaal op de grond komen, dan kunnen ze de heidevegetaties gaan verdringen. En dit gaat samen het maaien met bijvoorbeeld nog een nabegrazing. Binnen 2 weken kom je terug naar Hierwart en dan zie je dat er hier dan een tiental houtlandschappen op staan. Wel, dat ging mijn volgende vraag zijn. Dit is hier heel mooi omheind. Is dat omdat er hier ook inderdaad begrazing is? Ja. Dus wel degelijk. Ja. Dus na het maaien wordt het in de winter dan begraasd? Er wordt inderdaad een soort van korte begrazingsperiode nog eens extra opgehouden. En die schapen komen ook aan de heide of is het echt ook de grassen dat ze terugdringen? Het is vooral de grassen dat ze lusten en heide in tweede instantie. Dus dat is mijn job om erop toe te zien dat niet te veel op de heide wordt geknabbeld. Ja. Schitterend. En dan vooral met trekpaarden is dan echt om de grond niet te verdichten, waardoor die heide meer kans krijgt om uit te schieten of? Ja, inderdaad. Niet om uit te schieten, maar wie bodemcompactatie of samendrukking van de bodem heeft door machines of langdurig gebruik van zware machines, die verandert zijn bodemstructuur. Daar kan meer water blijven opstaan, een langere periode die niet gewenst is. Die zorgt dat zijn terrein moeilijker begaanbaar is. Ja. Die zorgt dat er minder structuur in zijn vegetatie komt. Wat hier nu met het maaien en jullie paarden niet zal gebeuren, komt wel in orde. En hier in Vloed en Veld, over hoeveel zo'n perceeltjes spreken dan? Hoeveel zo'n plaatsen zijn er aangelegd die dan de heide terug een kans geven?
Er zijn in de loop van de tijd, en ik spreek vanaf de jaren 2008 tot nu, en er wordt nog een vervolg aangebreid in de toekomst, zijn er verschillende grote hectares die volledig onstrueeld of ontbost zijn geweest en opnieuw in heideveld gelegd zijn. Het gaat niet zozeer over de kleine stukjes die je hier ziet, maar ook over grote 20 hectare, 30 hectare en meer, die heel bewust aangepakt zijn geweest omdat daar zeer zeldzame en kwetsbare vegetatie in zit en zat. En die dan allemaal op dezelfde manier hadden moeten worden afgevoerd. En die in een combinatie van machines en van paarden inderdaad aangepakt zal worden. Ja. Wij voeren dat gras af naar een container. Wat gebeurt dan met dat afgevoerd materiaal? Het afgevoerde materiaal die wordt gecomposteerd. Die wordt afgevoerd naar een compostfirma. Bavo, u hebt heel de voormiddag gewerkt met de hypomobiel om hooi af te laden. Wat is uw ervaring? Dat is een heel efficiënte machine voor in zulke terreinen te rijden. We hebben hier heel veel rabatten of beken waar je door moet of langs moet. Dat heet dat wel schokken uiteindelijk, maar je kunt daar heel goed doorrijden. Dat is geen enkel probleem. We staan hier op het uiteinde van de weide. Dat is hier behoorlijk smal. Gaat dat lukken om nog te draaien met elkaar? Ja, we hebben een heel ervaren paard bij uiteindelijk, maar die moet dat zeker lukken. Dus nog eens een klein beetje achteruit duwen en dan raak ik er zeker vast uit. Omdat dat zeer goed kan draaien of omdat je daar gemakkelijk tussen alles door kan? Het is wendbaar. Je kan tussen veel dingen, maar ook over veel dingen. Je hebt heel speciale banden uiteindelijk, speciaal voor op ruw terrein te rijden. Waardoor we zeker een keer over een boomstronkje, door beken of door hindernissen kunnen rijden. Dat is geen enkel probleem. En het laden zelf met die kraan, lukt dat naar wens? Ja, het moet een beetje gewoon worden uiteindelijk. Dat is wel een paar dagjes oefenen. Maar ik vind persoonlijk dat ik al behoorlijk onder de knie heb om daarmee te kunnen werken. Voor zeker gras te laten. Voor bomen moet je iets meer oppassen. Maar dan, je boom kan ook wel wegdraaien dat tegen je paard of tegen de kar of gelijk. Of tegen jezelf kan draaien. Dus daar gaan we wel nog extra oefening vragen. Maar gras lukt zeker wel eens heel goed. En je hebt het gevoel dat dat een heel efficiënte en snelle manier is om gras af te voeren? Het is minder arbeidsintensief en het is efficiënt inderdaad. Als je alles met de hand had moeten wegvoeren, omdat je niet met grote machines binnen mocht, zou dat heel arbeidsintensief en tijdsrovend zijn. Als dat gras geladen is, moet dat ook afgevoerd worden. Naar waar voer je dat af? Hier voeren we het af naar een container die is klaargezet geweest, dat het meteen kan afgevoerd worden door de vrachtwagen. En op andere plaatsen voer het op een hoop dat nadien wordt opgeladen en afgevoerd. En zijn daar bijzonderheden aan als je daartoe komt met je paarden, dat je zeker moet opletten? Maar het is altijd handig als je gewoon kunt passeren uiteindelijk, dat je met een geladen kar niet achteruit moet rijden. Want het achteruit met een geladen kar rijden is wel heel moeilijk. De paard moet dat gewoon zijn. Moest je gewoon rondjes kunnen rijden is het ideaal, maar het is natuurlijk een droomscenario. Dat lukt zeker vast niet overal. Misschien jij gewoon doen.